We kennen het allemaal van vroeger. Voorgelezen worden als je naar bed ging. Mieke van der Rijt komt met een kinderboek met eigen geschilderde illustraties. met de daarbij behorende liedjes. Ze vertelt hoe dit boek tot stand is gekomen. Nou, uh, ik kreeg een kleinzoon. Ik had er alleen. En daar had ik schilderijtjes voor gemaakt. En dat was heel mooi. Maar er kwam een tweede kleinkind. En ik had het idee dat ze met nog een lading schilderijtjes niet zo blij zouden zijn. Dus ik denk: ik maak een fotoboek. Ik heb heel lang in de kinderopvang gewerkt. En zingen met kinderen. Nou, dat is eigenlijk zo'n beetje het leukste wat je kunt doen. En bovendien is het heel erg goed, omdat ze dan de taal, heel veel van de taal leren. Als je het hebt over de klemtoon en de zinsbouw en de melodie van een taal. Dat leren ze heel spelenderwijs door te zingen. Dus ik denk een liedjesboek. Dan uh, heb ik twee vliegen in één klap. En het is dus een voelboek. Want er zit zand in en wol en van alles. Dus uh, het is een heel mooi boek. Maar het is aan de andere kant is het voor een kind... Ja, het is er zo uit natuurlijk geprutst allemaal. Ja. Dus ik denk, dat maak ik voor de, ouds, voor de oudste Laat ik het boek drukken. Dan, uh, dan is dat een boek waar ze zo zelfstandig mee kunnen kijken. En voor die kleine is het dan het originele. En dat is dan een boek om samen te doen. Mensen zagen dat, dat boekje wat ik voor die uh, oudste had gemaakt. En ook al, ik had af en toe foto's naar uh, een uitgebreide familie die ik heb gestuurd. En die wilden dan ook allemaal wel zo'n boek. Maar zo'n boek maken, dat is natuurlijk geen optie. Om voor iedereen zo'n boek te gaan maken. Dus toen heb ik het laten drukken en nu is het ook uitgegeven. En nou is het dus te koop voor iedereen in de winkel. Maar het is ook heel interessant... Blijkt voor, uh, uh, er zijn ook mensen die het gekocht hebben voor hun moeder. die in een verzorgingstehuis zit en dement is of zo. want die herkennen al die liedjes. Ik heb met name oude liedjes ook genomen. omdat dan de rechten ook uh, verlopen zijn. want anders is het uh, heel lastig. En, en die oude liedjes zijn voor die mensen heel herkenbaar. Dus die, doen dat dan, uh, die zingen dat dan met hun ouders. Schilderen, dat doe ik uh, sinds een jaar of acht, denk ik. En uh, ja, ik ben een beetje zoekende, want je ziet allerlei verschillende schilderijen, maar die 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 uh, knutselschilderijtjes noem ik het maar even. Die die dat vind ik wel heel leuk, erg leuk om te doen. Niet, dat weet ik nog niet. Dat durf ik nog niet te zeggen of ik het er uh, of er nog een komt Als er nog een kleinkeertje komt, misschien. <laughs>